Sta je nou te koken? Ja, we moeten toch eten? Ik ga uit, hoor. Ga je uit? Ja, dat zei ik toch? Ik ga wat eten en dan ga ik wel wat drinken, denk ik. En daarna ga je een man scoren? Oh, nou, weet ik niet. Maar ik sta er in ieder geval wel voor open. Ja, dat zie ik. En of ik er maar op de kinderen wil passen? Luister, joh, als jij zegt dat je niet bij mij wil neuken, nou ja, dan moet ik iemand anders zoeken. Zo simpel is het. Ik wil ook wel weer eens wat lol maken. Oh, wil jij even gaan? Ik respecteer jouw keuzes, maar dan moet je ook de mijne respecteren. Tot later! Het is mijn broer. Maakt helemaal niet uit. Ga jij anders vast naar de slaapkamer? Is hier rechts om de hoek. Hoi. Ja, nou, ik heb inderdaad iemand meegenomen. Moeten we wel zeker niet eventjes kennis maken, of wel? Nee, joh. Is goed. Het is een hele aardige jongen, hoor. Ik denk dat je het prima met hem kunt vinden. Slapen de kinderen al? Ja. Mooi. Zeg, hebben we nog iets van wijn of zo? Of iets anders? Je hebt zelf boodschappen gedaan, toch? Oh ja. Natuurlijk weer alleen maar aan de kinderen gedacht, niet aan mezelf. Nou ja, zo zijn moeders nou eenmaal. We zullen zo zachtjes mogelijk doen. Ik bel je morgen. Ga je daar naartoe? Ja, jochie, de steen of het ander.